We weten eindelijk wie na 19 jaar de nieuwe burgemeester van Zonnebreugel gaat worden. Dit is ons kast nummer 75, de podcast voor ons Zonnebreugel van week 6, 2023. En we beginnen met het nieuws overlastgevende kabelbaan wordt verplaatst naar het zand. Kort heeft de jeugd van de Gentiaan kunnen genieten van een kabelbaan, want na klachten van de uh, heeft de gemeente besloten deze te verplaatsen naar het zand. Knap staaltje werk van de jeugdgemeenteraad, uh, zo mocht het openen van het speeltuintje bij de Limburgnaam genoemd worden. Een vervallen basketbalveld werd omgetoverd tot een klein speelparadijs voor jonge kinderen. Met onder andere een kabelbaan, een klimrek en pannenveld konden kinderen weer uh, spelen in een stimulerende omgeving bij hun in de buurt bewoners waren destijds minder enthousiast over de speeltuin. Niet dat er kritiek was op de speeltuin zelf, want het was voorheen immers ook een speeltuin. Maar wel over de burgerparticipatie. Zonder overleg viel er een uitnodiging op voor de opening van de speeltuin op de mat. Zonder dat zij gehoord waren over hun inbreng. Desondanks werd de speeltuin geopend. Een belangrijk element van de speeltuin, de kabelbaan, die gaat echter verdwijnen. Het geluid dat de kabelbaan produceerde werd als geluidsoverlast ervaren door aanwonenden. De gemeente heeft besloten daarom in 2021 de kabelbaan af te sluiten. De zoektocht naar een nieuwe locatie werd toen gestart. Die locatie is gevonden in het zand. Om dezelfde fout als bij de speelten in de Gentiaan te voorkomen, werd dit keer wel overleg gepleegd met de buurt. Dinsdag 13 januari besloot het college van burgemeester-wethouders om de kabelbaan definitief, nee, definitief te verplaatsen. Over een nieuw en minder overlastgevend speeltoestel in de Limburglaan voor het verdedigde speeltoestel in de plaats komt. Is niet bekend. 187 boetes en 29 waarschuwingen uitgedeeld door de Boas in 2022. Bonnenboekje van de Boas in Zonnebruggen werd in 2022 aanzienlijk sneller getrokken dan een simpele waarschuwing te geven. In totaal werden er in het jaar 2022 187 boetes door de Boas uitgedeeld. Waarschuwingen werden slechts 29 keer uitgedeeld. Dat blijkt uit het uh, UNA. UNH-rapport van 2022, dat staat voor uitvoering en handhaving. Zo werd er in totaal 17 keer procesverbaal opgetekend voor de lokale regels omtrent honden, zoals het niet opruimen van hondenpoep of het loslaten van de hond buiten losloopgebieden. Boers deelden 14 waarschuwingen uit aan hondeneigenaren. Opvallend is het aantal boetes dat uit is gedeeld voor het parkeren op Eckersruid. In totaal zijn er 82 bonnen uitgeschreven door het dienstdoende boers op het bedrijvencentrum. Ter vergelijking: het aantal boetes voor verkeerd parkeren in de Blauwe Zone was in 2022 14 en voor het, verkeerd, uh, voor het algemeen verkeerd parkeren in de rest van het dorp 26. Er werden vier boetes uitgedeeld voor parkeren op invalide parkeerplaats zonder geldige vergunning. In 2022 hebben de BOS extra aandacht besteed aan uh, de parkeerplaats bij Dudmella, op voor jongeren, inclusief de scholen, uh, vernielingen bij SBC autobedrijven, locaties waar mogelijk werd gedeeld, de milieustraat waar veelvuldig diefstaal werd gepleegd en vuurwerkoverlast. Ook was er kortstondig extra aandacht voor overlast aan de Hoopberglaan. De Boers hebben een druk jaar achter de rug, ook als je het schrijven van bonnen buiten beschouwing laat. Ze hebben in totaal 368 meldingen opgepakt die binnenkwamen bij de gemeente. Ook hebben zij samen met de politie ongeveer 20 bedrijven in het buitengebied bezocht in het kader van weerbaarheid de flitscontrollers zijn ondernemers bewust gemaakt van risico's van het verhuren van ruimte. Daarnaast hebben ze geïnformeerd hoe te handelen bij verdachte signalen. De BOAS merkt ook op dat er extra aandacht vereist is voor verwaarde personen. Ze zeggen: het heeft vaak betrekking op oudere personen. In de meeste gevallen zijn ze doorverwezen naar het CMD-Centrum voor Maatschappelijke deelname. Maar de BOAS krijgen vaak de eerste melding. Ook maken de BOA's deel uit van Samensterk in Brabant, SSIB. Hierin werken BOA's van Zonnebreugel en Unes samen met Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Dassenwerkgroep en de Wildbeheerseenheid in het Buitengebied. Ze letten daarbij vooral op afvaldumpingen, motocrossen en stroperij. Op basis van gegevens, meldingen en waarnemingen is de pakkans vergroot. Bij evenementen is toezicht geweest door toezichthouders en BOA's. In een aantal gevallen, zoals bij carnaval, zijn ook jeugdwerkers ingezet. Er zijn geen noemenswaardige bijzonderheden geweest omtrent die evenementen. Ons Brugge vroeg ook naar de jaarplanning van uitvoering en handhaving van 2023. De gemeente wenste deze echter niet openbaar te maken. Het betreft een intern document, zeggen ze, dat het vertrouwelijk mag worden ingezien door de gemeenteraad. In de jaarplanning is opgenomen wanneer bepaalde controles plaatsvinden. Deze informatie brengen wij niet vooraf naar buiten. trek de volgende fase in. Gesprekken rond drie locaties. De gemeente gaat aan de slag met drie voorstellen en een gesprek aan met de buurt van drie beoogde locaties voor een pumptrek. De gemeenteraad zal uiteindelijk een keuze moeten maken. Er is het momentum in de komst van uh, Pumptrek voor de jeugd. De wil is er bij de jeugd, de gemeenteraad en de gemeente om snel te komen tot het aanleggen van een trek. Dit om te voorkomen dat de jeugdige ondertekenaars van de handtekeningenacties straks niet te oud zijn om van hun pumptrek te kunnen genieten. Maar ook omdat de jeugd snakt naar iets wat echt bij hem past. In totaal zijn er acht locaties bekeken in opdracht van de gemeente die kansrijk zouden zijn. Na onderzoek kwamen er, kwamen er een top 3 bovendrijven: de kruising Doormanlaan-Beemstraat, Sonius Park Noord en het trapveld Achter de weegschalen. Ligging, bestemming, ruimte en mogelijkheden tot bredere inzetbaarheid waren daarbij zwaarwegende argumenten om locaties wel of niet als kansrijk te bestempelen een beetje creativiteit hebben raadsleden op eigen initiatief alternatieve locaties geopperd bij de tweede beeldvormende vergadering rond het onderwerp. Zo zag Henk Hulsen van het CDA een braakliggend veldje bij de als een prima locatie. Meerdere raadsleden snapten ook niet waarom de speeltuin de Moliewiek überhaupt niet mee was genomen in initiële onderzoek. In de beginfase viel de Moliewiek eigenlijk al af, omdat bestaande speeltoestellen plaats zouden moeten maken voor de trek. Aangeven van Joris van Dam, Partij van de Arbeid GroenLinks, zouden fitnesstoestellen die, zou de fitness die de, een wat oudere doelgroep aantrekken juist beter passen rond uh, de boerderij. En zo to, om zo toch ruimte te creëren. De link met het transformatieproject Brugge-Bruis was dan ook uh, snel gelegd. Met de lijst van de vijf locaties gaat wethouder Jan Boersma van het CDA aan de slag. Hij gaat de vijf locaties beargumenteerd terugbrengen tot de voorwaardige top 3. De gemeente zal dan met de buurt van deze drie locaties in gesprek gaan om te zien hoe het draagvlak eruit ziet. En dat niet iedereen zit te wachten op een puntrek met daarbij behorende activiteiten maakt de aanwezige omwonenden duidelijk nog in te spreken tijdens die tweede beeldvormende vergadering. En wethouder Boersma dus gewoon de taak om de uitkomst van het proces, proces te bundelen en voor te leggen aan de gemeenteraad. Zij kiezen dan de uiteindelijke plek. Binnen twee weken komt de wethouder terug met een plan van aanpak bij de gemeenteraad en wanneer de oordeelsvormende... Een fase plaatsvindt, uh, uh, wist Boersma nog niet te zeggen... om geen valse verwachtingen te wekken bij de aanwezige jeugd in de zaal. Ik praat mee over regionale schaalsprong met Jeroen Dijsselbloem. De gemeenteraad van Zonderbreugel organiseert een samenspraakbijeenkomst... om van inwoners te horen of Zonderbreugel mee zou moeten groeien... met de economische impuls in de regio. De samenspraakbijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 februari... van 8 tot 10 in het Dorpshuis. En aanmelden kan via griffie.sonnenbreugel.nl Tijdens de samenspraak bij gaat Jeroen Dijsselboom, de burgemeester van Eindhoven, in op wat een schaalsprong inhoudt. Wethouder Jelle de Jong zal ingaan op het perspectief van Zonnebreugel. In het tweede deel van de avond uh, vindt een discussie plaats met alle aanwezigen en een deskundige panel. De ontwikkelingen in de regio gaan zo snel dat we kunnen spreken over een schaalsprong. Deze economische impuls betekent ook dat in de regio meer dan 55.000 extra inwoners moeten worden gehuisvest. Daarvoor zijn woningen en ook infrastructuur nodig: scholen, winkels en sociale voorzieningen. Wil Sonnenbreugel dan haar dorpse krachten behouden, dorpse, kracht, dorpse karakter behouden of juist gaan verstedelijken? De komende jaren moet de gemeenteraad erin scherpe keuzes maken. Gaat Sonnenbreugel bijvoorbeeld de hoogte inbouwen of is men bereid groen te offeren? De economische toplocatie van de uh, regio brengt uh, uitdagingen met zich mee op het gebied van uh, vervoer, zorg en wonen. Wat betekent dat uh, voor het dorpskrachten van Zonnebreugel? De gemeenteraad van Zonnebreugel organiseert een samenspraakbeweging om, om te horen hoe uh, de inwoners en andere belangstellingen, belangstellenden hierover denken. Marielle Keizers onderscheiden met de Zilveren Kut. Marjelle Keijzer mag zich de trotse eigenaar noemen van de op ene hoogste onderscheiding van carnavalsvereniging De Krutjesrapers, De Zilveren Krut. Van jongs af aan is Marjelle Keijzer een rachtste echte carnavalsvierder gebleken. Niet zo gek dus dat carnavalsvereniging De Krutjesrapers op zaterdag 4 februari Marielle verraste op het podium van de zittingsavond. Daar kreeg zij De Zilveren Krut uit handen van Ronald Brekelmans, voorzitter van De Krutjesrapers. Marjelle Keizers is vanaf de eerste editie in 1979 al deelnemer van de carnavalsoptocht in Krottschat. In 2023 zal zij voor de 43ste keer deelnemen. Ook was, in haar, ook was ze in haar jonge jaren actief bij de carnavalsvereniging De Dommelsoppers, waar ze in 1990-1991 jeugdprinses was. Met uh, Mark Hulse en adjudant Ronnie van de Heuvel aan haar zijde. Ze danste vier jaar in, showgroep, uh, in de showgroep van De Dommelsoppers. En Tijdens de jeugdzittingsmiddag stond ze vier keer in de ton. Tijdens de seniorenmiddag stond ze ook eenmalig in de ton. Na haar jaren bij Domshoppers uh, danste ze vier jaar bij showgroep Mystiek onder leiding van Marion Meulenbroeks. Puur om te dansen tijdens de zittingsavonden en de seniorenmiddag. Bij twee intrades van de zittingsavond deed ze mee en bij de crea-middag helpt ze ook mee in de tent en met schminken. Maar de meesten zullen Marielle Keizers kennen als de presentatrice van de zittingsavonden. Een rol die zij sinds 2012 op zich neemt samen met Remco Heren. Remco Heren had in 2020 al de eer om de, uh, om de zilveren kut te mogen ontvangen. En de zittingsavonden in 2023 zal voor haar de tiende keer zijn dat zij presenteert. Een van de mooiste dingen als bestuur is het erkennen van bijzondere vrijwilligers en hun verdiensten, zegt de voorzitter Ronald Brekomans. Dan gaat de bestuur zeer, zorg voor, zeer, zeer zorg, zorgvuldig nou, tongtwister, mee om. Let daarbij op hoe lang uh, en hoe vaak iemand wat doet voor een carnaval... Uh, wat de intensiteit en de uitstraling daarvan is. De vrijwilliger die wij waarderen heeft zich ingezet voor de zittingsavonden... maar zet zich ook in als vrijwilliger bij de creënmiddag... En, en heeft maar liefst 42 keer meegedaan aan de optocht. We kennen deze vrijwilliger als oud-prinses van de domstoppers, als danseres bij showgroep van de domsoppers. En van het podium hier. Deze vrijwilliger is ook enorm betrokken achter de schermen en onder andere een coach voor nieuwe zittingsavond-presentatietalent. Feit is dat zij gewend is om microfoon te spreken en dat doet zij op uh, dit podium al voor de tiende keer. Als bij elkaar opgeteld is het voor ons een eer om de Zilverkut uit te mogen reiken aan Marjelle Keizers. Gefeliciteerd, Susanne Ottersbruinen, voorgedragen als nieuwe burgemeester. De gemeenteraad van Zonnebreugel draagt Susanne Ottersbruinen voor als nieuwe burgemeester van Zonnebreugel. De gemeenteraad heeft dit besloten op 6 februari in een besloten raadsvergadering. Susanne Ottersbruinen, 51 jaar, was van augustus 2019 tot januari 2022 vicevoorzitter van de Brabantse Provinciale Staten. Vanaf 2006 was zij 9 jaar raadslid in de gemeenteraad van Vught en later ook fractievoorzitter. Als trouwambtenaar heeft ze inmiddels meer dan 100. 50 huwelijken voltrokken. De vertrouwenscommissie uit de raad heeft de afgelopen periode uh, de benoeming van de nieuwe burgemeester voorbereid. De commissie had een prominente rol in de sollicitatieprocedure. De bevindingen van de vertrouwenscommissie zijn in beslotenheid uh, uh, gedeeld met de gemeenteraad. Op basis van deze bevindingen is de gemeenteraad van Zonnebreugen van mening dat Suzanne Ottersbruinen de beste kandidaat is voor het burgemeesterschap van Zonnebreugen. Hij sluit uitstekend aan bij de wensen en competenties uit het, uit het profielschets en kan volgens de gemeenteraad een boegbeeld zijn voor Zondenbruggel. Suzanne otters wordt na verwachting op 11 april geïnstalleerd als burgemeester van Zondenbruggel in een buitengewone raadsvergadering. Daarmee volgt zij burgemeester Hans op die per 1 april met pensioen gaat. Suzanne otters is een enthousiaste, energieke vrouw van, met ruim 16 jaar ervaring in het openbaar bestuur. Inmiddels is zij werkzaam als lid van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant op de thema's mobiliteit, organisatie en Europese programma's. Ze kent de regio goed en is bekend met de procedures waar een burgemeester mee te maken kan krijgen. Als persoon is zij krachtig, kordaat en prettig in de omgang. Ze is maatschappelijk betrokken en heeft oprecht interesse in de ander, een burgemeester voor alle inwoners van Zollenbreugel. De gemeenteraad ziet haar uh, als een inspirerende bestuurder in het gemeentehuis en iemand die weet hoe zij een rol als voorzitter van de raad en het college wil invullen. Een zelfbewuste vertegenwoordiger in de regio en een overtuigend behartiger van openbare orde en veiligheid. De aanmelding van de gemeenteraad wordt uh, gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze doet de voordracht uh, aan de koning. De benoeming gebeurt vervolgens bij een uh, koninklijk besluit. Suzanne Otter Bruiner wordt naar verwachting geïnstalleerd als burgemeester van Zonderbreugel. in een buitengewone raadsvergadering op 11 april 2023. En dan gaan we door naar de agenda. Vrijdag 10 februari en zaterdag 11 februari. van half acht tot half één s'nachts. in de tent op het kerkplein, de derde en vierde zittingsavond. Zonderbreugel, zoals het lacht, zingt en danst. laat ook dit jaar weer van zich horen tijdens de traditionele zittingsavond in residentie -Viam. Carnavalsvereniging, de De Dansers en danseressen hebben een dansje ingestudeerd. Tonpraters hebben het hele jaar moppen verzameld. En de kelen van de zangers en zangeressen zijn gesmeerd. Tijdens de derde avond van de De Krutschrapers. laat het talent van Zonderbreugel zich van de beste kant zien. Natuurlijk onder toezicht oog van uh, prins Menno, adjudant Enrico, uh, hun gevolg en Hofkapel, de Blaaskaken. De zaal op het kerkplein is geopend vanaf half zeven. Meer informatie over de zittingsavond vind je op de website van... de Countless Vereniging, de Crutch Rappers. Zondag 12 februari van half vier tot half zeven in La Sonnerie. Lazy Sunny Afternoon. De komende editie van Lazy Sunny Afternoon van 12 februari... ...heeft de zogenaamde Double Bill. Ted Russell Camp en Lizette Horsten met haar band The Satellites. Ted Russell Camp is een in Los Angeles gevestigde singer-songwriter producer en Grammy-winnend bassist. In de tijd dat hij niet voor anderen aan het werk is... heeft hij stilletjes een imponerend oeuvre opgebouwd... als singer-songwriter. Album nummer 12 is net uit... het bijzonder gevarieerde Down in the Den... voornamelijk opgenomen in zijn, thuis, in zijn eigen thuisstudio... getiteld The Den. Hij speelde ook op de uh, Grammy-winnende... Country of the Year-album 2022... van Tanya Tucker, While I'm Living. Singer-songwriter Lizette Horsten... Begon in de jaren negentig met het schrijven van liedjes op gitaar. En dat de rockband waarin zij was begonnen als bassiste was opgeheven. Dit bracht haar naar uh, podia in binnen- en buitenland. Uh, veel later, na een bachelor in muziek, die zij in 2004 behaalde, uh, bouwde ze haar eigen praktijk op als uitvoerend muzikant en muziekdocent. Naast het werk in uh, commerciële projecten, staat haar eigen uh, muziekrepertoire uh, meestal op uh, de laatste plaats. Maar verlangen om weer uh, aandacht, structureel aandacht aan te besteden, die groeiden. Die zetten de Satellites een prachtige verzameling sterke en gepassioneerde songs uit, van uh, melancholische kleinliedjes tot uh, semi-acoustische rock. Het eigen repertoire wordt hier en daar afgewisseld met bewerkingen van andere Americana-songs. Uh, akoestische en elektrische gitaren, contrabas uh, en prachtig in elkaar grijpende zangstemmen zijn typisch typische eigen mix van rootsy-stijlen. Luister naar Ons kast, de podcast van Ons Sambo Bedankt voor het luisteren. Ons kast luister je in je favoriete podcast app: zoals Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anker, Pocket Pocketcast, Radio Public, Overcast en Stitcher. Abonneer jezelf zodat je, je enkele afmetingen mist. Ons kast kun je ook zien op YouTube en Spotify. Clips uit Ons kast vind je terug op Instagram, TikTok en Facebook. Je kunt ons daar zoeken op Ons Zonnebreugel. Like, deel en vind ons leuk om Ons Kast te delen met je vrienden, familie en kennissen. Al het nieuws dat je vandaag voorbij hebt horen komen vind je op onssonnenbreugel.nl Directe link vind je in de show notes van deze aflevering. Presentatie en montage van Ons Kast wordt verzorgd door Rutger van Rijden. nieuws wordt aangeleverd door de gemeente Zonnebreugel. En wil je adverteren op Ons Zonnebreugel of Ons Kast... Raak naar de mogelijkheden via otverteren.onszonnenbreuel.nl. Tot de volgende aflevering van Ons Kast, de podcast van Ons